Presentatie, Karel Timofeef. Weet u wat het woord grenshospitium betekent? Hospitium, dat is een ander woord voor asielzoekerscentrum. Hospitium, er staan hele hoge hekken omheen, zit een portier aan de ingang, bijna een gevangenis. En zo ziet het er van binnen uit. Donderdag vergaderde een Tweede Kamercommissie over de kansloze asielzoekers. Een categorie wilsonbekwame, zeg maar. Moeten de kansloze asielzoekers worden opgesloten in het hospitium? Het CDA is voor een hele strenge controle. Nee, zeggen PvdA. De kansloze asielzoekers mogen niet worden opgesloten in een gesloten inrichting. Staatssecretaris Costo zat er heel huiselijk bij in zijn enkele hemmetje. En hij schetste uit de losse pols hoe het er volgens hem in de praktijk aan toe gaat. En wat ik mij nou zo voorstel, dat is dat als er nou iemand uit die categorie is die daar is aangewezen om te blijven. Die zegt, zeg portier, ik wil er even uit, want mijn scheerzeep is op, heel huiselijk. En om dat soort dingen gaat het vaak. Dan kan hij even naar het dorp en dan, ik stel me dat zo echt vanuit de praktijk voor. Dan zegt die portier, zorg er nou wel voor dat je op tijd bent voor de tweede controle. Ja, is misschien een tip voor de stichting Vluchtelingenwerk. Laat vreemdelingen die ons land binnenkomen eerst het woord scheerzeep uitspreken. Dus niet Scheveningen, maar scheerzeep. Alleen dan mogen de kanslozen in Nederland nog eens een luchtje scheppen. Dan nu de zaak Pronk. Na zijn opmerking dat de ontwikkelingsrelatie met Indonesië pas hersteld kan worden bij de volgende generatie politieke leiders daar, kreeg minister Pronk een muilkorf voor, mocht hij niks meer zeggen over Indonesië. Zodat, zei de ja-minister Van der Broek, weer vrolijk naar Indonesië kan reizen zonder het over de mensenrechten te hoeven hebben waar het allemaal om begonnen was. Meneer Wultgens van de PvdA. Ja, ook u zult toch zo langzamerhand doodziek zijn geworden van het CDA. Het lijkt mij niet verstandig, meneer Timofeef, om nu in dit stadium nog meer olie op het vuur te gaan gooien. Ten meer niet, daar collega Kok vrijdag zijn irritatie over de uitlating van de heer De Hoop Scheffer al uitgebreid heeft geventileerd. Maar het is natuurlijk saillant dat het CDA minister Jan Pronk voor ontwikkelingssamenwerking verwijt dat hij bepaalde ontactische uitlating heeft gedaan in de richting van de Indonesische regering. En dat we dan dezelfde vrijdag mogen vernemen dat de heer Mateman, CDA-kamerlid, de Chinese regering betitelt als een stelletje bejaarde spleetogen. Een uitlating waarvoor de heer Mateman, naar ik hoop en verwacht, nog een zware pijp te roken zal krijgen. Maar waar het om gaat is, dacht ik, dit, dat. De PvdA-bewindslieden op alle terreinen waar ze actief zijn een menselijk beleid voorstaan door alle tumultueuze verwijten die over en weer in de Kamer heen en weer vliegen heen. Staatssecretaris Simons vecht al jaren om een brede volksverzekering van de grond te krijgen, zodat de mensen in het land minder premies hoeven te betalen en krijgt dan de voet dwars gezet door CDA-senator Kaland. Wanneer onze minister van Defensie Terbeek bepleit dat er een kleiner leger komt, zodat er minder jonge mensen in dienst hoeven, dan wordt hij teruggefloten door minister Van den Broek. Minister Ritsen van Onderwijs gaf gisteren in het dagblad Trouw een groot interview waarin hij de terugkeer bepleitte van de moraal in de opleiding op de scholen en dat de jonge mensen in een vroeg stadium medemenselijkheid moest worden bijgebracht. En Jan Pronk is natuurlijk sinds jaar en dag onze kampioen voor de mensenrechten. Waarmee ik maar wil zeggen dat de Partij van de Arbeid zich inzet voor de mensen. En dat het CDA, naar mijn overtuiging, zich veel te druk maakt voor de zaakmensen. Zodat ik geloof, meneer Timofeef, dat er nog een hele nieuwe generatie CDA-politici overheen moet gaan, voordat de Partij van de Arbeid met deze coalitiepartner op één en dezelfde golflengte zal komen te zitten. Fijn, dank u wel. Oh ja, zou u het woord scheerzeep eens willen uitspreken, meneer Wultgens? Dat is een artikel waar ik een niet al te frequent gebruik van maak, meneer Timofeef. Nee, maar u moet het toch eventjes zeggen. Scheerzeep. Scheerzeep. Ja, dat is goed. U mag eruit. Tot een volgende keer. Een positief effect van de spoorwegstaking is dat er morgen en dinsdag en wie weet hoe lang nog intensief zal worden gecarpoold. Ja, maar omdat de files langer dan ooit zullen zijn, ochtend- en avondspits lopen naadloos in elkaar over. Je zit er uren in, weegt het des te zwaarder met wie je die auto deelt. Ja. He, waar wordt over gesproken? Welke muziek draait zo'n man in zijn auto? Ja, dat is heel belangrijk. Dat grijpt allemaal in op de levenssfeer van de carpooler. Op de levenssfeer. En daarover praten wij met de voorzitter van de Christelijke Carpoolersvereniging Nederland. En dat is de heer
Goedewagen, meneer Goedewagen. Het kaanzijtje kun je rustig overal neerleggen. En dan is het voor de kinderen juist zo belangrijk dat de kinderen leren dat er ook nog iets anders is dan een paaseitje. Nee, meneer Van Kaardenbeek. Nee, dank u wel. Aan de gang gaan, maar nee, met dank, een sorry. Kaaseitje. Daar ging dus iets mis, maar laat ook maar. Kaaseitjes, christelijke carpoolers, de Floriade gaat weer open, de vlootdagen in Amsterdam, samen naar de huishoudbeurs. Soms word je onbekwaam van Nederland, hè? Heb jij dat nou ook niet?